Ik ben Jannik, ik ben nu al mijn tweede jaar prof bezig bij BMC. Ik ben Alicia, ik ben nu aan mijn derde jaar als wielrenster bezig. Oh, daar wordt er altijd wel over gepraat de weken ervoor, van het is weer een Lommel-criterium. Als het mooi weer is, dan geniet ik er wel van om hier te rijden. Meestal als ik moet koersen is dat heel ver. In België, meestal in Oost-Vlaanderen of zo. En dan kunnen ze niet komen kijken. En nu is dat dicht bij huis. En dan is dat wel fijn dat ze allemaal komen kijken. Mijn broer is wel een groot voorbeeld voor mij, omdat door hem ben ik ook beginnen fietsen. En ik heb ook allemaal gezien hoe hij alles deed. En zo kan ik daar ook veel uit leren. Ze zijn er wel een beetje zenuwachtig voor, omdat er veel familie en zo komt kijken. En de profronde, dat is toch wel een evenement elk jaar opnieuw. En nu kunnen ze allebei samen rijden. Dat is wel heel plezant voor hun, ja. Voorbereiden, ja, dat is voor iedereen een beetje anders, denk ik. Ik ben daar zelf nog een beetje aan het uitzoeken wat nu het beste is voor mij. Dan moet je denk ik gewoon veel en hard trainen en heel goed rusten. En er zijn geen geheimen. De kassei, ja, is toch wel iets moeilijker, maar dat geldt voor iedereen. Hè. En er zijn ook veel bochten, dus veel optrekken. Daar. Tegenwoordig, het profpeloton is heel mondiaal over gans de wereld. En als er dan zo van die toppers naar uw eigen stad komen, is dat wel heel chic, vind ik. Dat is wel mooi dat die allemaal naar hier komen. Dan kun je die ook eens van dichtbij zien, want ja, ik zie alleen maar op tv. En dat is ook fijn dat mijn broer dan meedoet met de wedstrijd.